Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Ik ben Henk. Ik ben Pam. En ik ben Sander. En we gaan het vandaag hebben over Fast and Furious 8. Oh ja, dit is de spoilervrije review. De enige spoilers die erin zitten, dat zijn die van de cars. Dankjewel voor het kijken, volg ons op social media. Waar ging de film in het kort over? De Fast and Furious lore is al die autorij-autismo's, die hebben een soort van familie. En dan vindt Diesel een beetje de head honcho alpha male bro daarvan. En die, verraadt ze dan om een of andere duistere reden. Dam, dam, dam. En dat is soort van het plot, of wat het plot moet voorstellen in deze film. Precies. Nou, Sander, jouw eerste reactie. Mijn eerste indruk is kill me. Echt serieus. Dat is echt zo trash. Het was gewoon 2 uur. Hè? Ja, echt. En ik had al verwacht dat het niet mijn film zou zijn. Maar dit was ook oprecht gewoon niet alleen niet mijn film, maar gewoon ook echt slecht. Want je ziet aan alles dat het gewoon goedkoop en kut is. En gewoon inderdaad gewoon gemarket zo van, oké, wat vinden teenage boys tegenwoordig leuk? En dan gewoon op een soort van focus group gepeild en daarop alle beslissingen gebaseerd. Oké, wat vinden ze vet? Auto's. Oké, wat vinden ze ook vet? Actie. Moeten we het goed in beeld brengen? Nee, hoeft niet. Moet nog een chick in. Ja, oh ja. Moet af en toe een grapje. Ja. Doe een grapje en dan heb je Fate of the Furious. Not a great fate, mate. Nee. Zelfs je zag niet eens de auto's goed. Dat is eigenlijk waar. Je verwacht bijna een soort van top-tier kwaliteit aan het in beeld brengen van die auto's. En dat ze erin gaan zitten en vette shit. Dat echt mensen die daarvoor, die dat willen zien, dat ook echt vet vinden. Waar niks mis mee is. Maar eigenlijk, het is een Lamborghini in oranje. Zie je ook in de trailer, dus geen spoiler. Lamborghini in oranje. En dan zie je hem heel even rijden. En na een tijdje was het gewoon, of zo wijd dat je gewoon stipjes zag. Ja. Of zo close dat je, of ze Had heel weinig mediums. Dat viel me heel erg op. Geen mediums of geen tracking shots. Ik vond wel, ik moet nog wel even zeggen, ik vond dat Kurt Russell vond ik het enige lichtpuntje in deze film. Ik vond hem echt wel van, ook de andere grote acteurs vond ik de lines niet zo heel goed doen. Ik vond Kurt Russell de enige die een beetje overtuigend zijn dialogen. Ja, die had gewoon een paar one-liners en het is Kurt Russell, dus die kan dat wel afleveren. Precies. Wat vond jij ervan, Henk? Je bent een groot Fast and Furious fan. Nee, ik heb ze allemaal gezien. Dit was wel echt, denk ik wel echt een van de slechtere van alle Fast and Furious films. Wat ik heel jammer vond, eerst was het nog wel, had je het idee van het is getarget op mensen die wel zeg maar 20 en ouder zijn, zeg maar. Die al wel een beetje autorijvaardigheid hebben en snappen van, oh ja, dat was een beetje bij 4, 5 had ik het idee van, oh ja, het is nog wel een beetje, die doelgroep of zo. Maar het is zo jong geworden of, En dat vind ik zo raar, want het had prima een film kunnen zijn voor een beetje meerdere generaties. Hadden ze het best wel een beetje over kunnen laten gaan. Ja. Maar dat viel eigenlijk een beetje tegen. En dan heb je zo'n line-up van auto's die dan voor Toretto staan, ergens in een steegje. En dan denk je echt van, fuck, wat is het voor een soort van Transformers-achtige... we gaan nu allemaal op de rij staan. Politie erbij, dat soort shit. Dat en er lopen gewoon mensen op de achtergrond alsof er niks aan de hand is. En wat ik heel jammer vond, maar dat is meestal wel tegenwoordig, dat je gewoon alles ziet in de trailer. Het was echt gewoon van scène naar scène naar scène, bijna op chronologische volgorde zoals het in de trailer zat. Dat is hier wel heel extreem, moet ik zeggen. Want normaal gesproken, ik ben met je eens, dat gebeurt vaak te veel, laten ze te veel zien, maar hier lieten ze, ik denk dat we dat wel mogen zeggen, dat is geen spoiler, lieten ze gewoon praktisch de hele film zien. Ik denk van elke grote scène zat de climax in de trailer. Ja. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Nou, dat was onze goede review van Fast 8. Review. Dan weet je in ieder geval dat je niet naar deze film hoeft te gaan. Ja, echt niet doen gewoon. Zal zeker wachten op een andere film die wel leuk is. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Lekker aan zijn pissen, jongens. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van Filmerts. Als je nog meer wil zien, dan staan daar nog andere video's. En hierboven zie je onze social media kanalen. En dit is het niet.